Hallo mensen van Monniken en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie als eerst een glitch laten zien. En daarna ga ik nog allemaal wat andere toffe dingen doen hier in Fortnite. Ik ben hier samen met een anonieme guy. Hij is niet zo anoniem meer als hij praat volgens mij. Want je ziet linksonder gewoon zijn naam zodra hij begint te praten. Hallo Epic Tom, wat heb jij een toffe skin? Is die? Dat weet ik. Is die nieuw? Waar is die skin van? Een Nvidia pack. Nvidia pack. Maar die... Heb je Nvidia videokaart gekocht? Of heb je op een hele... Nee. Je hebt het op een hele andere manier gekregen. Oké. Ik ga je nu een glitch laten zien. Die je nog niet hebt gezien. En daarna wil ik hem testen met jou. Dus ik kan structures laten vliegen. Dus normaal doe je dit zo. En dan bouw je hier bijvoorbeeld iets op. En zoiets. En dan heb je hier een structure. En dan maak je het kapot. En dan gaat het kapot natuurlijk. Dat is logisch. Maar hoe ga je dat nou laten vliegen? Heb je enig idee? Nee, zeker. Denk ik niet. Nee. Oké. Ik ga het wel van metaal maken. Maakt niet uit van wat voor materiaal je het maakt. Nee, ik ga toch hout doen, denk ik. Ja, laat toch even hout doen. Het is wel fijn als je dit een beetje op een redelijk vlakke ruimte doet. Dit is niet heel erg vlak, maar hey. We doen het hier maar mee, denk ik. Even kijken. Zo. Ik hoop dat het in één keer gaat lukken. Ik ga een vliegend structure maken. Ik ga wel even redelijk hoog. Ik wil dat mijn gebouw... Oh. Huh? Ik wil er helemaal niet twee. Ik wil dat mijn gebouw redelijk hoog hier blijft staan. Ik ga gewoon even een huisje maken of zo. Het kan met van alles wat je maar wilt. Even een deurtje erin editen. Een raampje erin is ook wel leuk. En hoppakee. Dan hebben we hier een structure. En ik ga dit laten vliegen zometeen. En dat ga ik heel simpel doen. Want ik ga nu even kijken. Hoe ga ik dit het beste aanpakken op dit moment? Want dit is wel een heel gek plekje om dit allemaal op te doen. Zoiets. 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 Oké, nou. En dan ga ik dat ding daar laten vliegen. Maar ik wil straks ook nog met jou testen. Dat jij erin zit. Dat ik jou ga laten vliegen met de structure. Maar dat is voor zometeen. Eerst ga ik dit dus doen. Wat je hiervoor moet doen nu dus, is dit. Ik ga het zo allemaal stap voor stap nog uitleggen als de mensen het niet snappen. Ik ga dit even kapot schieten. En dan gaat het natuurlijk kapot. En nu... Oh, ah, nee, ik heb het laat! Sorry, ik schreeuwde een beetje gek. Maar ik heb gefaald. Het ding wat ik moest doen, is voordat het laatste blokje hier kapot was, moest ik iets plaatsen en dan zou het erboven ook blijven staan. Het is eigenlijk heel simpel en best wel logisch. Alleen de plek waar ik het op deed is niet zo heel erg fijn, want het is hier totaal niet vlak. Zullen we het gewoon hier beneden even doen? Hier is het iets vlakker, denk ik. Ja, ook niet echt, maar je zal het wat beter lukken. Oké, laat ik het hier proberen. Dit is wat vlakker, is wat makkelijker denk ik om het hier te doen. Even hier een huisje maken. En zometeen gaan we de Tom dus in doen. Ik ga het eerst even nog proberen dat het wel echt werkt. Ik ga bewijzen dat het werkt. Ik heb het ook getest en alles. En een raampje erin. Nou, superleuk huisje heb ik hier. En dan moet je dus bij de onderste laag... Ja, het moet niet per se bij de onderste laag, maar het is wel het fijnste. 1, 2, 3. Maakt ook niet uit hoeveel je het doet. Kan zo. Oké, goed. Ik ga het dus weer kapot maken. 1, 2 en... Ja. Kadada! Het vliegt! Tada! Zo simpel kan je dus gewoon in elke game een structure laten vliegen. Maar ik heb het nog niet getest met iemand erin. Dus ik wil nu eigenlijk Tom in zo'n structure laten vliegen zitten. En wil ik je laten vliegen eigenlijk. Dat is wel tof, toch? Wist je eigenlijk dat dit kon? Of wist je dit niet? Nee. Nee, dit weet volgens mij bijna niemand. Ik wist het ook niet. Ik stond er versteld van toen ik dit zag. Maar hey, super tof. Laten we even naar Pleasant Park gaan. Daar hebben we echt zo'n voetbal, zo'n soccerplekje. En daar kunnen we dat best wel makkelijk uitvoeren, denk ik. Oké, Tom. Laten we eerst even een leuke base voor jou maken of zo. Doen we natuurlijk redelijk hoog. Ga ik wel met een wooden ster, denk ik, hier zo bouwen. Zo. En dan mag jij een toffe base gaan maken. En dan ga ik vast alles klaarmaken. Zo is denk ik wel hoog genoeg. Is best wel hoog. Het hoeft natuurlijk allemaal niet zo hoog. Maar we doen het nu eventjes zo. Ben ik benieuwd wat je even daarboven gaat maken. Wat voor base. 1, 2. Zit hij hier aan vast? Ik hoop het niet. Ik sloop het even voor de zekerheid. Dat hij niet hier aan vast zit. Hoe langer, hoe makkelijker je dit kan doen. Dus ik ga hem gewoon lekker lang maken. Dan heb ik meer tijd, denk ik. Nee, je moet niet te lang maken trouwens. Dan heb je weer te veel tijd. Ja, zo moet het lukken. Je maakt wel echt een mega base, Tom. Wat wil je maken? Een heel huis of zo? Oké. Nou ja, misschien denk je ook van... Marnik, leuk. Maar waarvoor zou je dit nodig hebben? Nou, misschien zit een vriend van jou... Je zit in duo's te spelen en de vriend van jou zit in een buildfight. Maar die wordt gespleefd. Dus dan zou je ook zo'n ding kunnen maken... En hem daarmee zijn leven redden. Zodat hij niet helemaal gespleefd wordt... Maar zodat hij in de lucht blijft hangen. Het is een mogelijkheid, maar... Of je dat echt in zo'n actiemoment gaat doen... Dat weet ik niet. Ik denk niet dat je er op dat moment aan denkt... Tom, het duurt me een beetje lang met jou daar. Je mag hem afmaken, maar ik ga je wel alvast splieven. Dus ik ga dit alvast slopen. En ik hoop dat ik niet meteen heel je gebouw meesloop. Maar je kan verder bouwen. Ik ga proberen. Oké, 3, 2, 1, go!
Oké, daar gaat hij. En hoppatee! Ja! Yeah! Hoppakee! Het vliegt! Dit is zo... Huh? Wat deed jij? Huh? Tom? Wat heb je gedaan? Oké, jongens. Volgens mij heb jij net iets gesloopt aan je eigen structure. En dan werkt de glitch dus blijkbaar niet meer. Nee, ik edit er gewoon niets. Ja, dat mag dus niet. Je mag dus niks veranderen aan je structure. Want dan sloop je het en heel jouw base. Gelukkig had je hem nog niet af. Want dan was het nogal veel tijdverspilling. Daardoor is jouw base kapot gegaan. Maar het werkt dus wel. Maar zodra jij dus iets gaat veranderen aan de base die vliegt. Dan stort het in. Nou, dat was een leuke weetje. Ik vond het super tof. Toffe glitch is het eigenlijk ook. Je kan het een glitch noemen. Het is geen verboden glitch dit. Want onder een map glitch is een verboden glitch. Dit is gewoon een grappige glitch die je zelf ook zou kunnen proberen. Laat zeker even in de reacties weten wat jullie van die glitch vonden. En laat ik even een dikke vette like achter. In Polar Peak is natuurlijk een drakenoog te zien. Daar heb ik gisteren een video over gemaakt. Of drakenoog. We weten nog steeds niet waar het oog van is precies. Het kan ook een dinosaurus zijn. Die is ingevroren. En nou is hij wakker geworden of zo. Het zou van alles kunnen zijn. Maar laten we even verder gaan met de video. Hier hebben we een tof plaatje. Teenage Mutant Ninja Fish. Ja, dit zijn de vissen skins natuurlijk. Maar die zijn gemaakt in de stijl van een Teenage Mutant Ninja Turtles. Heel tof gemaakt. Zou wel heel tof zijn als ook echt deze skins in Fortnite komen. Of dat er een Fortnite samenwerking komt met de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, jullie kennen dit allemaal toch wel een beetje. Mag ik hopen? Ja, toch? Oké, dan hebben we hier een tof filmpje. Want de shopping cart zijn vanaf vandaag officieel 1 jaar. Of vanaf gisteren. Sinds gisteren zijn ze 1 jaar. Dus deze shoppingcart, hij is lekker op de berg op aan het rijden. Ik heb hier ook zoveel mee gedaan. Ik heb hier zoveel glitches ook mee gedaan. Dus bijvoorbeeld dat je kon glitchen op beginners-eiland. Oh my god, hij valt naar beneden. En hij... Ja, damage. Hij is gewoon vermoord door zijn eigen shoppingcart. En het gebeurde niet alleen bij hem. Het gebeurde ook bij iemand anders. Die ook nog eens vanuit de storm... Met ballonnen, daar wilde hij gaan. Hij kreeg damage. De ballonnen konden zijn damage niet opvallen, vangen. En hij kreeg nog meer damage. Hij wil even zijn medkit innemen natuurlijk. Want hij krijgt gewoon zoveel... Hij heeft zoveel damage gehad. Hij gaat gewoon bijna dood. Dus hij gaat even zijn medkit innemen. Net binnen de cirkel. Hij is veilig. Denkt hij in ieder geval. Maar daar komt het gevaar aan. De shoppingcart. Ja. Ik denk dat je dan best wel een beetje baalt. Als je vermoord wordt door je eigen shoppingcart. Het is dus 2 keer gebeurd. De shoppingcart is dus nu 1 jaar... En 1 dag oud. En het zit niet meer in de game volgens mij, toch? Nee, volgens mij niet meer. Hebben we hier nog een tof filmpje? Dat ging heel snel. Maar die guy is vermoord. En hij is heel snel geragequit. En hij krijgt meteen dit erachteraan. Maar ja, dit is wel echt rip gewoon. Dit is echt perfect. Hebben jullie die emote al gekregen? Die krijg je bij tier 46. Dus dan kom je uit je game die je net hebt verloren. En dan krijg je die emote te zien. Best wel zuur. Ik denk dat je best wel toxic kan worden van dat. Iemand heeft hier nog een hele toffe bug in de game gevonden. Of hij had die in ieder geval. Ik weet niet hoe hij dit heeft gekregen. Hij heeft het opgenomen vanaf zijn beeldscherm. Hij wist niet hoe hij moest opnemen volgens mij. Dus hij heeft het maar zo gedaan met zijn telefoon. Hij heeft zijn beeldscherm opgenomen. Dus als hij vooruit liep, dan zoomde zijn game uit. En hij kon gewoon met zijn camera draaien of zo. Heel raar. En dan gaat hij weer teruglopen. En dan krijgt hij gewoon zijn normale beeld weer terug. En dan gaat hij weer daarheen. Dus... Hebben jullie ooit ook zo'n glitch gehad? Het is dus op PC. Misschien is het alleen op deze plek. Ik weet het niet. Kijk of jullie ook deze... Of laat weten of jullie deze glitch ook ooit hebben gehad. En je kan het dus testen bij de bergen, bij Paradise Palms. Oké, dit was de video voor vandaag weer. Het ging super snel. Ik hoop dat jullie de glitch aan het begin van de video tof vonden. Ik heb hier nu nog een Season 8 filmpje. Net zoals gisteren heb ik ook zo'n tof filmpje erachteraan gezet. Vandaag is weer eentje. Let goed op. Ik vind het tof, zulke soort filmpjes. Laat ik zeker weten weer in de reacties wat jullie van dat soort filmpjes vinden. Ik heb een hele vragenlijst weer voor jullie. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.